Hoi allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag in Robby's Moestuin gaan we iets heel leuks doen. We gaan een bijenzwerm scheppen. Ik heb me de afgelopen weken verdiept in het houden van bijen. En ik dacht bij mezelf, ik ga eens een afspraak maken met de imker bij ons op de moestuin. Om eens te kijken of het wat voor mij is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus we lopen met 3 man lopen we richting de bijenstal. En we komen onderweg een bijenzwerm tegen. Je zal in de beelden zien, zeker de eerste beelden, dat de lucht helemaal zwart is van de bijen. Deze bijen zijn eigenlijk geheel ongevaarlijk. De enige prioriteit die ze hebben is zoeken naar een nieuw huis en ze hebben helemaal geen interesse in mij als persoon. Dus ze zullen je eigenlijk ook nooit steken. Dus mocht je een keer terechtkomen in zo'n zwerm, maak je niet druk. Ze gaan echt niks doen. Maar goed, dit filmpje heb ik opgenomen met mijn telefoon. Alleen in mijn enthousiasme heb ik mijn telefoon rechtop gehouden. Dus de eerste beelden zullen een beetje rechtop en smal zijn. Maar dat zal de pret niet drukken, want het is echt super leuk om te zien. Mocht je dit filmpje leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En abonneer je op dit kanaal, want je krijgt nog veel meer informatie over bijen. En dat is toch eigenlijk wel de basis van je moestuin. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier met het kijken van dit filmpje. Hoor eens. Wauw. Ik ga dan mijn kieps halen en ik ga de beroker halen en dan ga ik alvast beginnen met die wat een heerlijk geluid, hè. Nat maken. En straks bij die andere kast, Peter, dan hoef je eigenlijk alleen te kijken rond het broednest. Okay. Want ze hebben dus cellen aangezet op oud broed, dus je hoeft niet alle ramen door te kijken. Okay. Nee, je moet eigenlijk alleen kijken waar het oude broed zit. Ja, want dat was de mogelijkheid om een nieuwe koningin te maken. Kan ik het van deze kant doen? Ja, zet hem maar neer. Dat je er niet over kan vallen. Oké, ik ga hem heel hoog houden. Ja. Ben je er klaar voor? 1, 2. Ja, zit er allemaal in, hoor. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Kijk, wat een mooie bal. Even zo. Nou, ze zitten wel aardig samen. En dan nu in de kast. En als het goed is, zit de koningin erbij en gaan de andere bijen dan stutselen. En dat is een teken voor de bijen die nog vliegen van hier moet je zijn. Ja, fascinerend. En dan laten we de kast een tijdje staan. Ja, zodat iedereen terug kan naar de plek, zeg maar. Ja. Kijk, ik doe het laatste restje, dan hangt er nog 2. Ik heb ze even gewacht. Er hangt er wel 5 in, hè. Oh, ja. Die kunnen we wel verpakken. Heb je de kapje erbij? Nee, de kapje heb ik niet erbij. Heb je hem? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Wauw. Zal ik even? Ja. Kijk, zal ik het zelf van haar nemen? Ik
Zitten ze daar goed, de houtjes? Ja, daar zitten ze heel goed. Als jij hem... Ja. Bijen. Ja. Ik denk dat we gewoon een beetje zo moeten wiebelen. Ja. Zo, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zelf vond het echt bijzonder fascinerend om te zien hoe zoiets werkt. In de toekomst ga ik jullie natuurlijk nog meer laten zien van het houden van bijen. Maar dat zal inderdaad in het begin van volgend jaar gaan starten. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. En dan zou ik zeggen, dit was Robbie's Moestuin. En tot de volgende keer.